Het is raadseltijd, dames en heren. We gaan raadsels oplossen. We beginnen met raadsels waarin je moet overleven. Let goed op, als jij ooit in deze situaties terechtkomt, weet jij wat je moet doen. We beginnen met de situatie dat er gekke gestoorde robots zijn. Want ja, die kans is gewoon heel groot. Daisy werkte bij een groot bedrijf waar ze robothondjes maakte. Oh, robothondjes, dat is zo leuk. Dat is leuk. Ik hou van hondjes. Ik hou van robots. Robothondjes. Niet eens heel gek. Ze zijn beveiligingshonden. Oh, oké. En ze reageren op beweging. Oh my god. Ze hebben daar segways. Jongens, ik wil hier werken. Oh, zo. Op een dag zijn de robothondjes helemaal de controle kwijt. Ze hebben het hele lab kapot gemaakt. Oh nee, robothondjes. What the heck? Daisy weet zich te verstoppen. Lekker bezig, Daisy. Nu moet ze proberen te ontsnappen. Zo snel mogelijk. Weg van die robothondjes. Daisy kan 3 objecten zien in het laboratorium. Een knuppel, een waterpistool en een klein balletje. Want die liggen in elk laboratorium. Welke moet ze pakken om te ontsnappen? Is het de knuppel, is het de waterpistool, is het een bal? Ik denk een knuppel. Helpt dat tegen robotdingen? Nee, dat helpt niet. Waterpistool. Nou, daar zou ik nog wel eens voor willen gaan. Ik bedoel, nou trouwens, ik weet niet. Als je robothonden hebt, en dat zijn waakhonden, die moeten wel tegen water kunnen. Want die slapen meestal buiten om te bewaken. Een kleine bal. Even denken. Ja, ze moeten sowieso tegen water kunnen. Toch? Is dat zo? Oh man. Weet je wat? Ik ga toch gewoon voor het waterpistool. Want ik, ja, ik denk dat je kan ze misslaan. Ik weet het niet. Of een bal. Weet je wat? Ik ga voor een bal. Ze zou kunnen vechten met de honden. Met de knuppel. Nee, was de knuppel. Oh, maar er zijn er te veel. Ja, dat bedoel ik. Je moet voor de bal gaan. Ga voor de bal. Ze zou ook het waterpistool kunnen kiezen. Ja, maar het zijn er te veel, Daisy. Het zijn er te veel. Maar het is te klein en nutteloos. Waarom heb je het dan in je laboratorium? Waarom heb je dan een waterpistool daar? De kleine bal is de juiste keuze. Oh, ze gooit de bal. Ze gaan er allemaal achteraan. Lekker. Hupsakee. Jongens, het dak. Volgende ding. Martin staat op een dak van een skyscraper die op het punt staat om te vallen. Een wolkenkrabber die op het punt staat om te vallen. Zijn enige manier om uit te gaan is één van deze 4 liften. Hij zal of honderden meters naar beneden vallen, of hij komt in ijswater terecht dat elk mens zou bevriezen, of er zijn dodelijke teken. Wat is dit weer voor gebouw, Martin? Waar ben je in godsnaam terecht gekomen, man? Als dit je opties zijn. Of... dodelijke muggen. Oh, man. Oké. Welke moet hij kiezen? Laten we stap voor stap. Honderden meters of feet naar beneden vallen. In ieder geval een heel stuk. Daar kan je niet over. Nee, dat kan niet. Zelfs Martin kan dat niet. In water waar je helemaal kapot vriest? Ik weet het niet. Dodelijke teken. Ja, hoeveel teken? Waar hebben we het over, Martin? En dodelijke muggen. Kijk, ik denk wel teken, die zijn vrij klein. En die kruipen. Nou, ze kunnen volgens mij ook springen. Maar muggen die vliegen, die kan je echt never nooit van je afkrijgen. Dus ik zou... Kijk, de eerste 2 ben je toch de Sjaak. Je moet dan wel voor 3 gaan, voor de teken. En dan op de een of andere manier dat overleven. Waar gaat dit over? Wat is de optie, Martin? Oh, zelfs dodelijke tekens zijn heel klein. Ja, precies. Die kan je heel makkelijk aanpakken. Oh, dat was het. Dat was het antwoord. Lekker, dude. Oké, feestje dat verkeerd ging. Bob was bij een exclusief feest. Ja, Bob is gewoon zo'n exclusieve gozer. Die zegt van, sorry, pardon. Ik ga echt niet naar jouw feest. Ik ga alleen naar exclusieve feesten. Nou, hartstikke leuk, Bob. Ja, het feestje was geweldig. De mensen waren geweldig. De muziek was geweldig. Alles was eigenlijk geweldig, vond Bob. En het was voornamelijk heel exclusief. Maar Bob was opeens heel moe en viel in slaap. Wow, het was zo'n leuk feestje dat hij opeens in slaap viel. Wanneer hij wakker werd, was hij in een rare kamer zonder ramen. Oh nee. Misschien zit hij in het schuurtje of zo. Er was niemand anders in het huis. Oh jee. En hij kon maar 1 uitgang vinden. 1 deur. Maar is het wel een exclusieve deur, Bob? Is het wel een exclusieve deur? Want anders ga ik echt niet door die deur, hoor. Dan ga ik wel die andere deur. Hier niet is, maar het is wel exclusief. Kijk. Er waren gigantische elektrische zagen aan het rondspinnen. Waardoor hij niet bij de deur kon komen. Oh, nee. Gelukkig heeft hij een controlepaneel gevonden op de muur. Oh, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Die hangt daar natuurlijk. Het controlepaneel is heel erg verwarrend. Net als deze raadsels. 1 schakelaar zorgt ervoor dat de zagen uitkomen.
uitgaan. Nou, dan lijkt me dat een redelijk handige. De andere zet hem harder. Oh, oké, okay, ik moet het gaan volgen. Oké. Okay. En de ander zet klassieke muziek aan. Ja, yeah, maar klassieke muziek is wel exclusief, dus we doen dat. Oké, okay, ik moet hem gaan volgen, denk ik. Toch? Of niet? Eén verkeerde movement en hij gaat helemaal chopped in stukjes worden. Welke switch? Oké, okay, zo. Jeetje. Ah, deze, de middelste. Het is de middelste. Oh, oh nee, ik heb het te snel gedaan. Oh, misschien heb ik iets gemist. Is het de middelste? Please, Bob, please. Yes, het is hem. That button. Ja, ja, die had hij goed. Dank u. Dank u. Zeer goed, Bob. Dank je wel. Oké, dan aardige Jim. Jimbo was een aardige man. En hij hielp altijd mensen die het nodig hadden. Op een dag zag hij een man met een gebroken arm. Hij probeerde een grote stoel in zijn kleine busje te krijgen. Jim voelde zich een beetje schuldig tegenover de man en wilde hem helpen. De man was zo dankbaar. Hij vroeg aan Jim om in de... om in de wat? Toch niet in het karretje? Oh nee, in het busje te stappen. Doe het niet, Jimbo. En om het vanaf daar erin te trekken. Het is een val, Jim. Ik zeg het je, doe het niet gek. Ben je helemaal gek geworden? Nooit in een busje stappen. Oh, dit is sowieso dat hij gekidnapt wordt. Yo, ik roep het. En wanneer, precies, wanneer Jimbo erin ging, deed de man de deur dicht. En die reed weg. Oh nee, Jim. Oh nee, Jimbo. Jim viel flauw van de stoel. Jimbo. Maat, really? Die valt flauw. Oh man, oké. Okay. Wanneer hij wakker was, werd hij wakker in een gigantische watercontainer. En die was van buitenaf afgesloten. Oh Jimbo, wat heb je nou weer gedaan, Jim? Hij had geen idee wat de man met hem wilde doen. Ja, misschien iets exclusiefs of zo. Dus hij moest heel snel ontsnappen. Hij keek goed naar de tank, maar... Oh, en hij heeft een weg naar buiten gevonden. Oké, okay, nou, dat ging goed. Hoe is hij ontsnapt? De tank. Ik zie daar een ladder, maar dat is aan de buitenkant. Ik zie leidingen. Ja, kijk, het heeft... Oké, okay, even jongens. Pro tip. Je moet altijd kijken naar wat in het plaatje staat. En daar moet je gewoon iets creatiefs mee bedenken. Dus ik zie daar nu een leiding. Het is een watertank. Ik zie aan de bovenkant een opening. Hij laat hem vollopen. En drijft omhoog. En dan is hij vrij. Denk ik. Dat zou wel raar zijn trouwens, want hier stroomt geen water over. Dus het water zou door blijven gaan, omdat hij niet weer het ding dicht zou kunnen doen. Maar deze makers, die denken niet zo ver door als dat ik doordenk. Ik ben de echte doordenker. Zij zijn niet doordenkers. Dat is het. Water aan. En Jimbo is weer vrij. Het water had een ding waar je aan kan draaien. En ja, sowieso doet hij precies. Hij doet het water aan en hij zwemt eruit. Oh, Jimbo. Oh, Jimbo. Ik weet dat gewoon, Jimbo. Ik weet dat gewoon. De deuren. Komt u maar. Een kidnapper. Oh, nog één. Die heeft iemand meegenomen. Die neemt hij elk jaar mee. Oh, dat is een leuke traditie. In een bepaalde stad. Dit jaar is Johnny. is verdwenen. Hij heeft zichzelf... Hij kwam in een kamer die op slot zat. De kidnapper heeft wel wat water. Een kalkoen. En een emmer achtergelaten. Juist. Oké, okay. Blijkbaar doen alle kidnappers, die laten gewoon een kalkoen achter. En die hebben ze zelfs, of misschien een kip, ik weet het niet, ik zie het verschil niet. Zelfs met een limoentje erbij. Yo, even eerlijk, als je dan gekidnapt wordt, dan is deze guy wel de persoon door wie je gekidnapt wil worden. Kijk nou, dit ziet er toch heerlijk uit. Dit is beter dan dat ik hier te eten krijg. Oh jee, dus kom je nou. Nee, schatje, is heerlijk altijd. Oké, okay, ga verder. Johnny zag vier deuren die naar de vrijheid toe leiden. Maar er was een groot gevaar achter elke deur. Wat is het toch met die vier liften, die vier deuren? Johnny moest één deur kiezen, de juiste deur. Oké, okay, wat is de eerste deur? Een brandend gas dat niet geblust kan worden met water. Of een gigantische haai achter deur nummer 2. Uiteraard. Hoe werkt dat? Dat je die open doet en dan stroomt het water uit. Maar oké. Okay. Een gigaboze beer met een babybeertje erbij. Bij. Of een hele grote krokodil. Oké, okay. Interessant gebouw weer. Interessant gebouw. Welke moet ik kiezen? Oké, okay, we kijken. We hebben water. Wat kunnen we met water? We kunnen niet dat vuur uitmaken. Dat zeiden ze nog specifiek. Dan hebben we in het tweede hebben we een haai. Ja, daar kunnen we nog meer water tegenaan gooien. Misschien het flesje, maar dat helpt ook niet. Dan hebben we een beer. Ik zou niet weten hoe dat helpt met water. En een krokodil. Ook niet. Het enige is dat het wel een woestijn is. Zie ik nu. Dus misschien dat je dan water hebt om te overleven. Oké, okay, deel 2. De kalkoen. Kan je met een kalkoen vuur blussen? Nee, denk ik. Misschien kan het wel. Nee.
ja, bij de haai. Je kan het erin doen. De haai gaat misschien dat opeten, denk ik. Maar dan verdrinkt hij alsnog. De beer. Ja, het zijn twee beren. Ze kunnen allebei op het ding afgaan. Op de kalkoen. Weet je wat? Ja. Ja. Ik denk dat je gewoon dat eten daar moet neerleggen. En dat dan die beer gaat dan dat eten opeten. En ja, dat kleintje kan je toch wel aan. Ik bedoel, we zijn geen Jimbo. We worden niet gekidnapt. Ik ga voor kalkoen neerleggen, want die emmer, ja, wat kan ik daarmee? Niets. Ja, ik kan hem op mijn hoofd zetten. Het ziet er leuk uit. Maar dat is het ook. Dus ik ga voor de beren afleiden. Oh, hij kan de krokodil afleiden. Ja, hij kan toch ook de beren afleiden? Maar wat dan? Oh, en dan pakt hij het zand van de krokodil. En dan maakt hij het gas uit. Ja, maar even. Sorry. Waarom zou je eerst de krokodil afleiden om dan daar puur zand te pakken? Je kan dan toch net zo goed rechtsaf gaan die deur in? Waarom moet je dan toch weer naar de andere die... Ik snap er niets van. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn hersenen een beetje stimuleren. Ik heb namelijk een muts gevonden van mijn vriendin, Maisha. En kijk, het is december. Het is een kerstmuts, maar het is niet alles. Het is een kenniskerstmuts. Want je kan met een knopje hierachter, kan je gewoon je IQ verhogen met 10 punten. Waar zit dat knopje? Oh ja, zijn jullie er klaar voor? Ik ga mijn IQ verhogen met 10 punten in 3, 2, 1. Waar zit het knopje? Bro. Oh my god. Oh, ik ben zo slim. Oh jeetje, ik ben echt heel slim. Ik ben heel slim. We gaan dit doen. Ik ben nu echt slim. Holy guacamole. Oh, we moeten naar de volgende. Alright, bring it on. Ik ben slim. Vergiftig voedsel. Yeah boy, let's go. Carl was een miljonair. Yeah, Carl, ik ook niet. Maar wie weet, als ik lang genoeg deze muts ophoud, binnenkort wel. Meneer Woolmin was zijn persoonlijke chef. Carl was miljonair. Oh nee, Carl is de chef van Mr. Woolmin. Kom op, geef me IQ. Ik heb het nodig. Iemand heeft hem heel veel geld betaald om Mr. Woolmin te vergiftigen. Nee. Carl maakte verschillende gerechten voor elk familielid. Nou, dat is wel aardig van Carl. En iedereen had verschillende smaken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik wil Nutella. Niet gesponsord, maar ik wil Nutella. Je kan hem redden als jij erachter komt welk gerecht voor hem is. Ah, oké. Maar wat nou als ik hem helemaal niet wil redden? Hier zijn wat aanwijzingen. Oké. Denk, Wouter. Je ziet een cactus. Je ziet een plantje. Je ziet een broodrooster. Je ziet een vaatwasmachine. We zien een broodje. Oh. Oh. Dat waren nog niet de aanwijzingen. Oké, nu komen de aanwijzingen. Zijn vrouw, Alice, is allergisch voor vis. Hoor je dat, muts? Hoor je dat? Oké, hij hoort het. Oké, ze mag geen vis. Duidelijk. Meneer Woolmin houdt van gezond eten. Met duimpie. Hé, zeg je dat duimpie? Mr. Woolmin, wat moeten de mensen doen bij deze video? Hé, duimpie! Lekker Woolmin! Lekker boy! Alright, zijn dochter Emily is altijd op een dieet. En zijn zoon Peter is een vegetariër. Kijk, heeft een plan om te laten zien dat hij vegetariër is. Oké, top, Peter. Welk gerecht is voor meneer Woolmin? Oké, dit kunnen wij. Dit is gewoon letterlijk kennis. En ik heb nu een muts, dus ik heb nu kennis. Oké. Allergisch voor vis. Nou, overduidelijk mag ze dan niet de sushi. Oh, sushi. Oh, ik hou van sushi. Oké. Ik weet niet wat hierin zit. Tonijn misschien. Dit is een soort van dessert. Nou, zij is op dieet. Dan mag ze geen dessert. Sushi is ook niet heel goed voor je dieet trouwens. Veel rijst. Spullen dat ertussen zit. Ja, stuk vlees. Er valt wat voor te zeggen. Maar ik denk eigenlijk dat de salade is altijd zo standaard voor mensen met een dieet. Dus ik denk dat deze is voor haar. De salade. Nou, zij is allergisch voor vis. Dus ze mag sowieso niet de sushi. Ze mag wel de steak. En ze mag deze. Maar we weten dus niet welke. Hij is vegetarisch, dus hij mag geen vlees, maar ook geen vis. Want dat is een vegetariër. Die eet geen vlees en vis. Dus hij moet dan wel deze nemen. Dus hij neemt het dessert. Nou, zij is allergisch voor vis, dus zij mag niet de sushi, want dat is zalm. Dat zie je overduidelijk. Fantastisch. En gezond eten. Ja, een steekje op zijn tijd, weet je, een mooi duimpje erbij, lekker een beetje sporten, dan kan dat wel. Er zit sla onder. Als je ergens sla bij doet, dan is het gezond. Dat is gewoon de wetten van de wetenschap. Dus dit is het. Hij krijgt de sushi, zij krijgt de steak, zij krijgt de sla en hij krijgt de dessert. What? What? Wacht even. Hij is een vegetariër. Dit is zalm. Wacht, het is toch niet dat vegetariërs normaal gezien vis eten? Google! Mensen die geen vlees, vis en dierlijke producten zoals zuivel, eieren en honing eten en ook geen dierlijke producten zoals leer en wol gebruiken zijn veganisten. Met vegetariër, wat meneer is, bedoelt men dus doorgaans lacto-ovo-vegetariër. Wat wil zeggen dat die persoon geen vlees of
vis eet. Maar wel zuivel eieren. Dat is wel lekker. Maar geen vis. Hij mag helemaal geen vis eten. Hij is een nep-vegetariër. Potverdrie. Dit klopt niet. Mijn muts protesteert. Ja. Ik had gewoon die arme man had ik... Nee, wacht even. Ja, deze is dus dan gepoisoned. Dus aan wie had ik die gegeven? Aan haar. Nou ja, zo erg was het ook weer niet, toch? Nee. Nou, dit slaat nergens op. Oké, vrienden. We zijn weer vrienden, jongens. We gaan verder. Drie universiteitsvrienden ontmoeten elkaar weer na de zomervakantie. Ze wilden allemaal laten zien wat ze gedaan hadden. Mijn vriendje en ik waren op de Elbrus. Het was zo koud daar. Ja, dat heb je meestal met sneeuw, hè. We konden niet naar de top klimmen. Misschien de volgende keer. Mijn ouders en ik gingen naar mijn oma haar ranch. Ik leerde daar om op een paard te rijden. Tom, wat leuk zeg. Ik was in Afrika. Ik vergeet nooit mijn laatste nacht daar. Een vulkaan barstte uit. Wow, leuke vakantie, man. Er was echt as overal. Maar het ruïneerde niet mijn vakantie, want ik moest toch die dag terugvliegen. Oh, oké, dan maakt het niet uit als je die dag terugvliegt. Volgens mij mag je trouwens helemaal niet vliegen, want dat was nog het hele gedoe met IJsland en vulkanen die daar uitbarsten. Je mag niet vliegen als een vulkaan eruit barst. Maar Henk, weet je, net als vegetariër die vis eet, we zien het allemaal wel door de vingers, Henk. Dat is helemaal prima. Jij mag lekker vliegen, jongen. Tom en Lily geloofden Henk niet. Uh-oh. Henk, zit je leugens te vertellen? Waarom? Ja, nou, dat vliegtuigen vliegen helemaal niet als vulkanen uitbarsten. Ik weet niet waarom dat linkerding er is. Links weet ik niet. Maar rechts is denk ik vulkanen. Alle vluchten zijn gecanceld wanneer vulkanen... Oké, er zit iets van logica in deze video's. Dank u wel. Dank u wel. Lekker, dudes. We hebben er weer eentje. De Disneyland leugenaar. Oh, ik ga ook binnenkort naar Disneyland. Leuk. Ik heb er zin in, jongens. Als je het trouwens wil volgen, volg mij op Instagram. @WouterVidiVaart. Volg mij daar voor leuke foto's en zeer leuk vermaak. Erg leuk account, al zeg ik het zelf. Olivier werkte als Jafar. Is dat niet van Aladdin? Volgens mij is dat van... Ja, precies. In Disneyland. Jeetje, Oliver, wat zie je eruit als een creep. Op een dag was hij bewusteloos in zijn kleedkamer gevonden. Wat? Wacht even, zat nou die staf door zijn hoofd? Oh nee, ze is net naast. Oh jeetje, ik dacht Jafar, dus gewoon in één keer shaplay hem door zijn hoofd. Maar dat was niet het geval, gelukkig. Een detective arriveerde snel om alles goed te onderzoeken. En hij had 3 verdachten gevonden. Zo, zij lacht wel heel erg. Er is iemand onbewust, zij denkt... Vlogcontent. Dat was waarschijnlijk een vlogger. Content. Ik ben Ariel wezen spelen aan de andere kant van het park. Ik weet niet wie Olivier aangevallen zou kunnen hebben. Oké, ze speelde Ariel. Ik hoorde een thumb. Een thumb. Is dat geluid als iemand valt of zo? Wacht, ik heb legit dat woord nog nooit gehoord. Een stomp. Een slag, ja precies. Ja, oké. Dus toch inderdaad iets op de grond vallen of zo. Of een bonk, denk ik. En ik ging naar de kleedkamer. Oké, Jacob. Oké. De aanvaller heeft me waarschijnlijk horen komen. Want ik hoorde wat voetstappen, maar ik zag niemand. Ja, maar hallo, Jacob. Op dit plaatje zie ik niet die staf van Jafar bijna door zijn hoofd gepierst. Ik weet niet wat daar dan aan de hand is. Of die dan later daar... Klinkt als een incompleet verhaal, Jacob. Ik heb net mijn stukje als Cinderella... Wat is ook weer Cinderella in Nederland? Is het Doornroosje? Ik kan nooit die prinsessen uit elkaar halen. Is die ene met dat glazen voetje. Is dat Doornroosje? Ik weet het niet. In ieder geval die ene prinses. Kunnen jullie aan de kant gaan terwijl ik even mijn jurk aantrek? Wat? Chloe. Er ligt daar iemand bewusteloos. Jij denkt alleen maar aan je baan. Een echte carrière tijger. Ik hou daar wel van. Nou, de detective keek in de kamer en hij zag een clue. Oké. En heeft het meteen opgelost. Wat is de clue? Wat ziet hij hier, jongens? Ik zie die staf. Ik zie er wel iets aanhangen. Iets rood. En ik zie op de grond een soort van drankje liggen. Dat zou natuurlijk cosplay kunnen zijn. Iemand die een kostuum is en die dan dat drankje bij zich heeft. Die misschien toevallig heeft laten vallen. En het rode. Kom op. Denkmuts. Oh, dear. Dat staat erop. Cool, hè? Maar dat haar, dat is van die eerste chick van, hoe heet het? Ja, die eerste, die meid, Ariel. Die heeft rood haar. Die ander had geen rood haar. Het is wel heel erg dat het op die staf zit. Dat moet blijven hangen. En ik denk dat dat drankje ook van Ariel is. Dat daar beneden ligt. Ik weet niet of Ariel drankjes had. Kijk, lange rode haren. Chloe's haar is korter. Oh. Ja, nee, maar het was toch juist van dat... Ah, Mia heeft aangevallen in Ariel haar kostuum. Het was me niet opgevallen dat die ander rood haar was. Ik moest denken aan Ariel. But we did it! Ze hoorde Jacob aankomen en was toen ontsnapt. Ja, maar toen was alsnog die staf, zag je daar niet. Maar Jafar's staf, die zorgde ervoor dat het haar bleef hangen. Jongens, ik vind hem goedgekeurd. Het is niet mijn schuld. De politie heeft een anonieme brief gekregen. Iemand wilde wat gaan stelen. Oh nee!
Nee, wat naar. Wat juwelen van een hele rijke man. De politie nam dit bericht heel serieus. Ze hebben iemand naar de juwelenkamer gestuurd om daar te bewaken. Er waren 2 politiemannen die de deur bewaakten. Maar op een regenachtige nacht is iemand binnengekomen via het raam. Ze hebben het alarm uitgezet en hebben alle juwelen gestolen. De eigenaar van het huis werd wakker en hij dacht dat hij iets hoorde. Hij kon het niet geloven. Het was eigenlijk de fout van de politie. Wat? Nee, wat zegt hij nou? Hij kon het niet geloven. Dit was allemaal de fout van de politie. En dan werd hij gearresteerd. Maar de politie arresteerde hem. Surprise! Waarom? Oké, we zien dingen. We zien voetstappen. Dat is via het raam en daar heeft hij ook in het raam voetstappen. Oké, en ik zie hier iets gebroken. En ik zie een lamp en kleding. Waarom? I don't know. Waarom arresteerden ze hem? Misschien omdat hij de politie beschuldigde, maar dat... Nah. Muts! Help! Ik weet niet. Geen idee. Ja, ik zie alleen voetstappen. En die zijn blauw. Dat is raar, denk ik. Maar misschien is dat het water of zo. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Natte voetstappen. Ja, die zag ik wel. Maar wat betekent dat dan? De eigenaar heeft het in scène gezet. Oh, dit zijn 2 verschillende locaties, denk ik. Dit is denk ik waar de juwelen zijn. En dan is de eigenaar weer via het raam zelf naar binnen gelopen of zo? Ik weet het niet. Oh, nadat hij de juwelen heeft gepakt. Ja, dat is hier. Hier zijn de juwelen. Is hij teruggegaan naar zijn slaapkamer via het raam. Ja. Ja. Hij had ook gewoon zijn schoenen uit kunnen trekken, I guess. Maar maakt niet uit. We gaan voor bonusvraag. Dames en heren, bonusvraag. Als jij deze goed hebt, mag jij een duimpje omhoog geven op deze video. En mag je abonneren, want we doen elke week raadseltjes. Wie liegt er? Is het de linker influencer met... Oké, ze heeft een nieuwe auto. Dikke bakkie. Hey, het gaat lekker. Inkomsten gaan lekker. Mooi jurkje aan. Hashtag nieuw car. Nieuwe auto. Hashtag autovrouwtje. Hashtag autovrouw. En dan hebben we rechts hebben we nog een man. Hey. En die heeft ook een auto van hetzelfde merk. En ook nog sleutels van een ander merk. Wie zou er liggen? Ik weet niet. Laten we Paul bellen. Kinger! Nee. Ja, dat is niet zo'n auto, denk ik. Dat is het enige wat je hieruit kan opmaken, toch? Hashtag birthday, hashtag cadeautje voor zijn verjaardag. Nou, gozer, ik hoop dat je liegt. Want als iemand jou een cadeau geeft van een nieuwe auto voor je verjaardag... Wauw, dat leven wil ik ook. 10 auto's, elk jaar een auto. Hey. Nou ja, die rechter liegt. Sowieso. B. Is er B? Is er B? Dat is haar auto. Sowieso. Nou, dat weten we eigenlijk ook niet. Maar de kans is groter. En dat is niet zijn auto. Hij liegt. Dab, dab, dab. Dames en heren, wij hebben hem goed gedaan. Let's go. Het komt allemaal dankzij de muts. Oh, dear. Ik hoop niet dat dit een spiegelbeeld is. Jongens, vonden jullie het leuk? Check dan ook deze raadselvideo's. Er zijn veel meer leuke raadselvideo's die jij kan kijken. Abonneer met dat belletje aan. En ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.